Welkom. In deze korte video leg je uit hoe je videoconferencing kan opzetten in Google Meet. Ik heb hier een nieuw browservenster openstaan en om naar Google Meet te gaan, typ ik gewoon meet.google.com in mijn adresbal. Ik kom op dit scherm terecht waar ik alle ingeplande afspraken of alle ingeplande videoconferences voor de rest van de dag al kan zien staan, met de naam van de afspraak en het uur wanneer deze begint. Om een nieuwe vergadering of videoconferencing te starten, klik je op de plusknop erboven. Het kan zijn dat je collega jou heeft uitgenodigd voor een meet-vergadering en jou dus ook een vergaderingscode heeft doorgestuurd. Als je zo'n code hebt ontvangen, geef die dan hierin en dan kan je die meeting joinen. Om zelf een vergadering op te starten, hoef je dit uiteraard niet te doen en kan je gewoon op doorgaan klikken. Ik kom op het tussenplatform terecht waar ik een aantal instellingen kan gaan doorvoeren. Ik kan er bijvoorbeeld voor kiezen om mijn microfoon uit te schakelen voor de vergadering waar ik toegang tot wens. En ik kan ook ervoor kiezen om de camera uit te schakelen. Rechts vind je alle informatie die nodig is om andere personen te gaan contacteren of te gaan uitnodigen. Helemaal bovenaan vind je de URL die je kan delen met collega's om mee in de vergadering te stappen. Collega's die inbellen via hun smartphone hebben deze informatie nodig. Dus ze krijgen standaard het telefoonnummer met de landscode waar ik de eigenaar van de afspraak zich in bevindt. En als zij daar naartoe bellen, dan wordt hen gevraagd om een pincode in te geven en deze zie je hier staan. Als er mensen willen inbellen vanuit andere landen, kan je hier klikken op meer telefoonnummers. En dan krijg je een overzicht te zien van alle mogelijke telefoonnummers voor alle verschillende landen die beschikbaar zijn. Om deel te nemen aan de vergadering klik je simpelweg op nu deelnemen. En dan kom je in de vergadering terecht. Hier wordt opnieuw de informatie met jou gedeeld die jij nodig hebt om andere mensen uit te nodigen. Je kan die eenvoudigweg kopiëren door op deze knop te klikken, namelijk deelnameinformatie kopiëren. Wat je ook kan doen, is hier klikken op toevoegen en dan kan je personen uit je contactenlijst gemakkelijk gaan toevoegen aan de vergadering. Deze krijgen dan een uitnodiging met de link naar deze vergadering toegestuurd. Okay. Alle knopjes gaan we hier niet bespreken, maar ik laat wel zien hoe je uit zo'n vergadering kan stappen, namelijk door de rode telefoon aan te klikken om het gesprek te verlaten. Oké, als je een gesprek verlaat, kan je altijd makkelijk opnieuw deelnemen. Je wordt op een pagina, je wordt naar een pagina gestuurd waar je de optie hebt om de vergadering of om er opnieuw aan deel te nemen. Je kan er ook voor kiezen om gewoon terug naar het startscherm van Google Meet te gaan. Stel dat ik uitgenodigd werd voor een vergadering door een collega, dan heb ik een vergaderingscode doorgestuurd gekregen of een bepaalde link. Ik ga deze ingeven in mijn adresbalk. En als ik op enter klik, dan word ik meteen naar de juiste vergadering gestuurd. En kan ik hier opnieuw mijn voorkeursinstellingen gaan wijzigen. Bijvoorbeeld, ik wil automatisch gemute worden als ik in de vergadering terechtkom. Of ik wil mijn camera uitschakelen, omdat ik niet wil dat andere mensen mij kunnen zien. Opnieuw, als je aan de vergadering wilt deelnemen, klik je hier opnieuw deelnemen. En dan kom je in de vergadering terecht. Oké. We hebben nog een andere video die het platform van Meet meer in detail uitlegt. Dus alle verschillende knoppen, alle verschillende mogelijkheden. Ga ook zeker daar eens naar kijken. En verder wens ik je te bedanken voor het bekijken van deze video. Heb je nog specifieke vragen? Aarzel dan niet om onder deze video te reageren. Bedankt voor het kijken.